Wordt het al warmer? Ik heb hier namelijk de burgemeester, die heeft net de verwarming even 1 graad omhoog gegooid. Dus als het goed is, dan wordt het iets warmer. Nou, de burgemeester kennen jullie natuurlijk allemaal. Die is er zo dadelijk om Sinterklaas weer eventjes welkom te heten. En dit is onze jeugdburgemeester. Die kennen jullie waarschijnlijk ook allemaal wel, want dat is al een tijdje. Roselijn is hier. Ben je zenuwachtig? Niet echt. Nee, dit hoort gewoon bij je functie. Dus wat ga je doen straks? Sinterklaas binnenhalen. Nou, zoals het hoort. Meneer Koelewijn, heeft u jeugdburgemeester een beetje tips gegeven? Nou, ik heb gezegd dat ik het zelf ook heel erg spannend vind. Ja, net als al die kinderen hier, nauwelijks geslapen. Vanmorgen heel vroeg opgestaan. Net als al die opa's en oma's en vaders en moeders hier. Want vol verwachting klopt ons hart. En ja, het is elk jaar weer spannend. Komt die ook echt? Nou, van de week hoorde ik het Sinterklaasjournaal landelijk met Iwetje Blok. En er staat geen water in de Zaan, maar volop water in de IJssel. Dus ik heb alle hoop dat Sinterklaas gewoon naar Kampen komt. En alle kinderen, die rekenen er ook op. Dus dat wordt een fantastische ontvangst. Dat gaat goed komen als ik zo kijk ook. Dat is hartstikke leuk dat half Kampen weer is uitgelopen om eventjes welkom te heten. Zijn er mensen die echt heel graag, kinderen natuurlijk, grote mensen ook, heel graag de burgemeester even een handje willen schudden? Of de jeugdburgemeester? Kijk, ik zie al vingertjes omhoog gaan daar. Misschien moet de burgemeester even nog... U doet wel een rondje, hè? Ja, we komen graag langs, maar ik ben heel trots op al die kinderen die hier staan om de Sint en de Pieten hier in Kampen hartelijk welkom te heten. Ik weet ook zeker dat Sinterklaas heel graag een hand voor jullie krijgt en jullie ook heel graag een hand geeft. Of die iedereen een handje kan geven, dat is misschien wat ingewikkeld. Maar Sinterklaas heeft een heel groot hart. Dat kan ik jullie verzekeren. Sinterklaas en de burgemeester kennen elkaar natuurlijk heel goed. Jij kent Sinterklaas natuurlijk van vroeger wel. Ja. Kwam hij bij jou ook wel? Was jij zoet vroeger? Ja, ik was heel zoet. Dacht ik al, anders word je geen jeugdburgemeester. Nou, lopen jullie een rondje, schud wat handen. Ik heb hier in ieder geval even 2 nieuwe of 1 nieuwe stoelverwarmer nodig. Dus is er iemand die goed op warmte is? Dat meisje in die rode jas. Je mag gewoon nu komen. Die ziet er zo warm uit. En dan nog even een hartelijk applaus voor Danique en Haley. Harder, dat kan harder. Word je lekker warm van klappen. Hallo, eindelijk hè? Ja. Ik zag je hand wel omhoog gaan. Hoe heet je? Ik heet Veronique. Veronique? Veronique. Nou, ga lekker zitten. Heb ik nog even een vraag? Ik vind hier 2 schoenen op het podium. Ik weet niet of iemand op het idee... Nee, die zijn niet van jou. Jouw voeten zijn niet zo groot. Ik weet niet of iemand vast een schoen wilde zetten... Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Schoen zetten doe je thuis in overleg met je vader of moeder. En hier op het podium weet ik niet of er een cadeautje in gaat. Maar ik laat ze staan, je weet het niet. Zijn niet van de burgemeester, hè? Die heeft zijn schoenen nog aan. En ik zoek nog steeds Marco of Daisy van der Kerken. Die zoek ik niet echt heel overtuigend, want diegene heeft een fly gewonnen... Dus als hij of zij niet opkomt dagen, blijf lekker waar je bent. Het is helemaal niet erg. Maar als je echt honger hebt, ik heb hier een fly voor je staan. Dus dan kun je je nog melden. Zijn er nog mensen die zo dadelijk even de stoel nog warm willen houden? Dat ik dat vast weet, want dan heb ik er minder tijd voor. Nee, kleine mensen, kinderen. Oké, ik kom zo bij je terug. We gaan nog even naar de muziek luisteren van onze Muziekpiet. Het vliegen.
Sinterklaas. Ja la, ja la 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 la, ja la, ja la 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 la, ja la, ja la 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 la, ja la 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 la. En wie komt er alle jaren daar weer uit Spanje varen over de grote grote zee? Nou, Sinterklaas, hoezee! Is het weer november? Ja, dan komt hij met de boot. Dan staan we op de kade, de verwachting die is groot. We zingen leuke liedjes als we op de uitkijk staan. En voordat je het weet, dan komt de stoomboot al weer aan. En wie komt er alle jaren daar weer uit Spanje varen over de grote, grote zee? Ja, ja, Sinterklaas, hoezee! Ja, la, ja, la, 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 ja, la, ja, la, la, la. Je zijn al ingepakt, het is nu bijna tijd. Straks gaat het gebeuren, alle kinderen gaan naar bed. De schoorsteen die staat open en de schoentjes zijn gezet. En wie komt er alle jaren daar weer uit Spanje varen over de grote, grote zee? Nou, Sinterklaas, hoezee! En wie komt er alle Sinterklaas, je kom maar binnen met je knechten, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaas, je kom maar even bij ons aan en laat je paardje naar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Hoi, 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 hoi. Ja, hallo, 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 wat gebeurt er hier allemaal? Ja, dat zie je er wel. Ja, jullie zijn aan het zingen en springen. Dan kunnen jullie even niks komen zingen. Waarom? Omdat wij met je nog een keer gaan zingen. Okay. Zet iedereen recht. Sinterklaas, je kom maar binnen met je knechten, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaas, je kom maar even bij ons aan en laat je paardje naar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. We zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Hoi, 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 dames en heren, ik heb begrepen dat er in de verte iets aankomt. Zijn er mensen aan de kade die nu al iets kunnen zien? Nou, we houden het natuurlijk goed in de gaten. Ik heb denk ik nog één keer een nieuwe stoelverwarmer nodig. Want Veronique heeft het fantastisch gedaan. Dankjewel, Veronique. Applaus voor Veronique. Misschien dat die mevrouw met die baby hier eventjes op de stoel kan komen zitten. Jij daar, jij stak je vinger net, het jongetje daar, ergens is die er inmiddels vandoor. Degene die het eerst over het hek is, die mag nog even op de stoel. Ja, jij inderdaad. Kom dan maar even op de stoel zitten. En in de verte, heel in de verte hoor ik al getoeter. Laten we voordat Sinterklaas dan echt aankomt, nog één keer het liedje oefenen. Kom maar hoor. Het liedje oefenen dat Maria straks voor Sinterklaas gaat
zingen. Hey Sinterklaas, kom nu één keer en daarna wordt het echt heel hard zingen. Dus laten we vooral even meezingen. Dankjewel Veronique, dankjewel. Oh nee, oh, dit wordt niet Hey Sinterklaas DJ Piet, want ik zie al een boot. Nee, ja, nee, het wordt echt Sigrid, komt de snowboot. Ja, als we... Kijk, jullie kunnen het daar misschien nog net niet zien, maar het duurt echt nog een halve minuut. En dan zien we hier. Dus er moet nu echt even gezongen worden. DJ Piet, die zoekt voor ons even Sigins komt de stoomboot. Want Sigins komt inderdaad de stoomboot aan. Misschien anders gewoon Hey Sinterklaas. Ik weet niet, maar er schijnt nog een schip te komen, hè? Als je de tekst kent, zing dan mee voor Sinterklaas. Terwijl Jaden hier lekker de stoel warm houdt, ga ik toch echt die kant op. Hebben jullie gezien dat er achter gewoon nog een schip vol Zwarte Pieten komt? Weet iemand op welk schip Sinterklaas zit? Want ik loop hier wel, maar ik kan het hier vandaan niet zien. Welk schip is het? Ja, dankjewel. De burgemeester staat er natuurlijk al. En er wordt op dit moment gevist naar de burgemeester. Ik loop even deze kant op, anders ga ik piepen. Burgemeester, heeft u Sinterklaas? Oh, ik zie hem nu pas. Gaat het, burgemeester? Nou ja, ik zie een boot met ongelooflijk veel pieten. Dus ja, ik ga zo meteen naar Sinterklaas vragen. Hoeveel van die pieten geslaagd zijn voor het dakloopexamen? Het is wel belangrijk dat ze allemaal weten hoe ze over het dak moeten lopen natuurlijk. Hoe vaak is het, de hoeveelste keer is het dat u Sinterklaas verwelkomt hier? Nou, zo mooi als vandaag, dat is de eerste keer. Dat lijkt mij ook, want er komt gewoon nog een schip achteraan. Ik hoop dat al die pieten op de kade passen. Maar Sinterklaas die krijgt natuurlijk nu, zoals het hoort, niet een rode loper, maar een zilveren loper uitgelegd. Nou, ik schat in als ik zo zie hoeveel pieten Sinterklaas nodig heeft om hier in Kampen zijn werk te komen doen bij zijn verjaardag. Dan staat ons heel wat te wachten. Oh, u hoopt op heel veel cadeautjes, burgemeester. Nou, ik hoorde dat veel van onze kinderen heel lief zijn geweest. Dus misschien zitten we best wel wat voor zin. Daar komt Sinterklaas. Sinterklaas komt, dus ik neem wat afstand zodat de burgemeester welkom kan heten. Heeft hij natuurlijk officieel jeugdburgemeester, trek ik er even tussen. Sinterklaas, mag ik u heel hartelijk welkom heten. Al die kinderen hier hebben haast weer een jaar lang naar u uitgekeken.
Komt u wel, komt u niet, u bent er. En u hebt ongelooflijk veel pieten meegenomen, Sinterklaas. Denkt u dat u heel veel werk hebt hier in Kampen? Nou, ik ben zelfs bang dat ik nog pieten tekort kom. Maar ik denk, ja, we hebben extra pieten nodig. We hebben extra hulp voor op het dak. Vandaar dat we ook een tweede boot bij ons hebben. Want we wisten niet meer waar we het moesten laten. Nou, ik vroeg net aan Astrid hier van... Sinterklaas heeft zoveel pieten meegenomen. En zijn zij wel geslaagd voor het daklooppexamen? Maar voordat ik als burgemeester een vergunning geef om op al onze mooie daken te lopen, moet ze eerst examen hebben gedaan. Maar als u zegt, Sinterklaas, ze kunnen het, dan vertrouw ik erop. Vertrouw erop, ze kunnen het. Absoluut. Sinterklaas is daar heel duidelijk in. Misschien dat de jeugdburgemeester, het lijkt me dat hij ook even officieel welkom moet heten, want anders is het natuurlijk niet officieel. Hallo. Nou, bent u burgemeester? Hallo. Dokter, niet overnemen. Dit is onze jeugdburgemeester, Roselijn. En Sinterklaas, ik stel heel graag onze jeugdburgemeester, Roselijn van Zijtveld, aan u voor. En zij begroet u heel graag hier op de IJsselse Kade. Ik ben blij kennis te maken met je. Dus jij bent de burgemeester van alle kinderen. Fantastisch. Daar zullen wij nog veel met elkaar van doen hebben. Ja. Laten we de eigenlijke burgemeester maar even een beetje met rust. Vind je niet? Neem jij de taak over nu? Oh, voordat het helemaal uit de hand loopt en Sinterklaas besluit dat we een nieuwe burgemeester hebben, gaan we naar het podium. Bent u zover, Sinterklaas? Nou, ik wil eventjes langs de kinderen. Wilt u langs de kinderen? Nou, dat vind ik wel echt op zich iets voor Sinterklaas. Dus dan lopen we eerst even over de kade met de burgemeester. En dan zie ik u zo op het podium, Sinterklaas. Ja, heel graag. U ziet er ook weer uit om op te eten, zie ik. Hè? Dank u wel, Sinterklaas. Fijn dat u er weer bent. Sinterklaas en de burgemeester lopen dus een stukje over de kade. Gaan dan terug door het pad wat er is. Dus als je minder goed ter been bent of iets dergelijks, kun je in het vak voor de minder valide gaan staan, links van het podium. En ik heb met de burgemeester afgesproken dat we dan ook echt Sinterklaas vragen om ook even langs dat vak te gaan. Dus ook als er hele kleine kinderen zijn. Ik kan ook zeggen, er is een Piet met glutenvrije pepernoten. Er is één Piet met glutenvrije pepernoten. Dus ik weet nog niet welke Piet het is. Als iemand erachter komt, dan hoor ik het heel graag. Hoe gaat het met Jaden op het podium? Ik loop even terug. En misschien dat DJ Piet dan of Hey Sinterklaas nog even aan kan zetten, of een ander liedje naar keuze, want hij is natuurlijk de baas over de muziek. Op ieder jaar, dan komt de Sint naar Nederland. En neemt de Piet de mee zo van het Spaanse strand. En breng cadeautjes in de nachten. Het is zover, ik kan dan bijna niet meer wachten. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft hele koele pieten op zijn boot. Een stuk de 100 jaar, zijn boot die is een hoog. Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot, dat past niet achter in de sloot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren. Hallo kiddo's, ik ben Facepiet Fabio en ik heb een liedje gemaakt voor Sinterklaas. Doen jullie mee? Stoomboot, cadeautje, Sinterklaas, kapoetje, pepernoten. Stoomboot, cadeautje, Sinterklaas, kapoetje.
kapoentje, pepernoten, stoomboot, karootje, Sinterklaas. Kapoentje, pepernoten, stoomboot, karootje, Sinterklaas. Pepernoten, intocht, drukke kader, grote boek vol namen. Burgemeester, pakjesboot, gaat hij het wel halen? Sinterklaasje, kom maar binnen, Pieter, dansen, springen. Meiter, paard, gouden ring, met z'n allen zingen. Sinterklaas, kijk door de bomen, heerlijk avondje is gekomen. Pepernoten in je schoentje, zouden goede zit voorkomen. Zwarte Pieten, 5 december, pakjesavond, veel cadeautjes. Dank u Sinterklaasje, eerlijk zullen we alles delen. Karootje Sinterklaas, kapoentje, pepernoten, stoomboot. Karootje Sinterklaas, kapoentje, pepernoten, stoomboot. Karootje Sinterklaas, kapoentje, pepernoten, stoomboot. Karootje Sinterklaas, pepernoten. Amerigo, het dakko, Diewertje Blok, taai taai pop. Hoofd, Piet, marsepein, chocolade, bisschop. Pak papier, zak strooigoed, Piet die heeft een muts op. Hop, 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 baartje in galop. Zie de baas kijk door de bomen, heerlijk avondje is gekomen. Pepernoten in je schoentje, zouden goede zit voorkomen. Zwarte Pieten, 5 december, pakjesavond, veel cadeautjes. Dank u Sinterklaasje, eerlijk zullen we alles delen. Kapoentje, pepernoten, stoomboot, karootje, Sinterklaas. Kapoentje, pepernoten, stoomboot, karootje, Sinterklaas. Kapoentje, pepernoten, stoomboot, karootje, Sinterklaas. Pepernoten. Dag Sinterklaasje. Taai taai. Volgens mij is het de taak aan onze big band. Wij hebben hier klaarstaan natuurlijk onze Maria Goossen, die het Sinterklaaslied. Ik weet niet of dit wel goed gaat allemaal. Ik ga even een stukje deze kant op, want de knutselpiet hier. Hier kan ik ook niet staan. Hier staat Lieke. Hier zitten onze stoelwarmhouders, Jaden en zijn zusje. Maria Goos is natuurlijk hier om Hey Sinterklaas te zingen, maar volgens mij is het nu echt de beurt aan de big band die mee is met Sinterklaas. Kunnen jullie misschien spelen? Misschien houdt deze Piet hier dan op. Nou, anders dan gaan we gewoon eerst even Hey Sinterklaas doen. Heb je die misschien, DJ Piet? Want daar hebben we geloof ik wel zin in. Kunnen we vast oefenen voor Maria straks? Daar gaat de big band. Zet maar uit, DJ Piet. Heb jij de stoel goed warm gehouden? Ja. Hoe heet jij? Saralien. Saralien. Wil je even voelen, Saralien, wil je even voelen of de stoel echt goed warm is? Oké, ga maar weer zitten. Jaden, is bij jou ook de stoel goed warm? Ja. Ik weet niet wat kluspiet aan het doen is, dus het is best link hier. Maar hier, kijk. Jaden, betaling voor je werk. Alsjeblieft. Nee, even blijven zitten tot Sinterklaas er is. Anders komt hij alsnog op een koude stoel. Thank you.
Ik denk, ik heb me laten vertellen dat er pieten zijn die zelfs in Spanje gehoord hebben dat we een speciaal kamper Sinterklaaslied hebben. En dat die erop kunnen dansen. Maar heel zeker weet ik het niet. Ik weet wel zeker dat hier in ieder geval mensen zijn die de tekst van het lied uit hun hoofd kennen. Dus ik stel voor dat we nu, terwijl Sinterklaas langzamerhand deze kant op komt, even Hey Sinterklaas gaan zingen met z'n allen. Welkom in Kampen. Sinterklaas zich inmiddels een weg door de menigte te banen om op het podium nog eventjes hier de toespraak te houden voor de kinderen die hier zijn. En we hebben de burgemeester gehoord, Sinterklaas gaat proberen om heel veel kinderen vandaag een handje te geven. Dus dat betekent dat het eventjes kan duren. En er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel pieten vandaag. Zijn er misschien nog mensen, dat is een vraag van de pieten, zijn er nog mensen die nog geen pepernoot gezien hebben? Zijn er mensen die nog niet één pepernoot gehad hebben, die hier met een lege, rammelende maag staan? In dat, het kan ook bijna niet, met bijna 300 pieten. Oh hier, ik heb hier twee kinderen die nog geen pepernoot gezien. Oh, ik krijg meteen, je vraagt om een piet met een pepernoot en je krijgt ook een piet met een pepernoot. We wachten ook nog op Marco Daisy van de Kerken. Oh, dankjewel. Oh, dat gebeurt niet vaak, dat ik ook pepernoten krijg. Ik kan ook niet praten en pepernoten kauwen tegelijk. Dus, als het goed is, komt iemand nu de fly ophalen. Dat is nou verschrikkelijk jammer. Marco of Daisy van de Kerken. Ja, dus natuurlijk, ik heb het nu 4 keer geroepen. Iedereen kan wel zeggen dat hij Marco of Daisy van de Kerken is. Dus ik hoop dat ze legitimatie bij zich hebben. Oh, dit is Nanda weer. Jij denkt, ik kom 2 taarten ophalen. Hey. En Nanda gaat naar huis, die neemt de taart mee. Dus ik heb hier nog steeds een fly liggen die gewonnen is door Marco Daisy van de Kerken. Of Daisy Marco van de Kerken. En ik laat hem hier rustig staan. Ik denk wel dat... dat de kans dat je hem nog heel meekrijgt steeds kleiner wordt met al die pieten hier. Dus misschien moet je wel opschieten als je in het publiek aanwezig bent. We gaan zo dadelijk het Sinterklaashuis openen. Maar we wachten nu nog even op Sinterklaas. Waar is Sinterklaas op dit moment? Zullen we nog even een liedje doen dan? Ik heb alle pieten volgens mij, nou ik heb er nog geen 300.
Maar ik heb wel heel veel pieten hier. Kunnen jullie de stoel nog even warm houden of willen jullie nog wisselen? Ik kan het wel warm houden. Jaden houdt het nog wel even vol. Dus dan gaan we nog even luisteren naar muziek, zodat Sinterklaas zoveel mogelijk handjes kan schudden. Als je Sinterklaas een handje wil geven, moet je nu aan deze kant vooraan staan. En anders komt hij ook nog door de oude straat, hè? Dus het is niet alsof dit je laatste kans is. Hier. Ik heb hier wel drie mensen die beweren dat ze een fly komen halen. Hallo, wie ben jij? Joelle. Joelle, kun je een klein beetje deze kant op komen, want we staan achter de gebarentolk. Joelle, wie heb je meegenomen? Vader en mijn zusje. En dan is dit de vraag der vragen. Hoe heet jouw vader? Marco. Zou het kunnen dat jouw vader een fly gewonnen heeft? Ja. Ja, dat zeggen ze allemaal je. Als jouw moeder heel boos is op jouw vader, wat zegt ze dan? Dat weet ik niet. Zegt ze dan Marco van der Kerken? Nee. Nou, dan is het hem niet, denk ik. Ik vraag het nog even je zusje. Hoe heet jij? Hoe heet jij? Dat weet je. Jamie. Jamie? Jamie gewoon. Jamie, denk je dat jij een fly kunt tillen? Nee, je zus wel. Die kan de fly tillen. Kom maar. Gaan we hier een fly overhandigen? Misschien moeten de mensen die hier vooraan staan een beetje achteruit gaan. Want ik weet niet wat klus Piet allemaal aan het doen is. Gefeliciteerd en dankjewel dat je er was. Dag Marco, als je Marco heet. Gefeliciteerd, hè? Even kijken hoe ver Sinterklaas inmiddels is. Oh, dat duurt niet lang meer. Maar hij moet nog even hier langs het vak natuurlijk. Zullen we nog één liedje doen, dat we een beetje warm kunnen blijven en mee? Maar wel iets wat we mee kunnen zingen, Julian. Iets wat we mee kunnen zingen, want Sinterklaas moet zich verschrikkelijk welkom voelen. En het maakt ons ook een beetje warm. Als mensen het nou koud hebben, gaan we lekker dicht tegen elkaar aanstaan. En doen de pieten hier ook. Gaan we nog één muziekje luisteren en dan denk ik dat Sinterklaas en de burgemeester zich hier bij ons komen voegen. DJ Piet Julian! Kijk om je heen, wat nou mij heen, het zingt.
komt Sinterklaas, kunnen we in één keer nu een enorm applaus voor Sinterklaas en alle Pieten. Sinterklaas, welkom. Sinterklaas, dit is een mooi plekje dit jaar. We zullen alleen Jaden en Sarah Lynn even van uw stoel moeten jagen, maar die hebben een warm gemaakt voor u. Oh, wat fijn. Het is al fris namelijk, dus dat is wel prettig. Precies. Dus Jaden en Sarah Lynn, heel erg bedankt. En alle andere kinderen die de stoel vanmorgen warm gehouden hebben, ook heel erg bedankt natuurlijk. Ga lekker zitten, Sinterklaas. Piet, ik geloof dat jij aan het werk moet hier. Hoofdpiet. Ja, ik zal even opzij gaan. Want als Sinterklaas gaat zitten, dan is dat natuurlijk wel een evenement. Dan moet het eventjes goed geregeld worden. Alles moet mooi zitten. En Sinterklaas is aangekomen in Kampen. Sinterklaas, hoe gaat het ermee? Ja, goed. Lange reis gehad. Ja, behoorlijk, maar wel een goede reis, moet ik zeggen. We hebben het helaas niet wat warmer voor u kunnen krijgen, dus we moeten het hier even mee doen. Maar ik voel nu al veel meer warmte dan toen ik hier vanmorgen kwam. Dus die kinderen die maken het al wel lekker warm voor u. Het is altijd een hartverwarmend welkom wat ik hier in Kampen heb. Dus koud kan het nooit echt zijn. Hè? Nee, zeker niet. U heeft natuurlijk voor alle kinderen die u een handje geschud heeft net, weet u natuurlijk alles van. Dus we hoeven niet te vragen of ze lief of stout zijn geweest. Maar zijn de meesten lief geweest in Kampen dit jaar? Ja, wat denkt u waarom ik zoveel Pieten heb meegenomen? Het zijn bijna alleen maar lieve kinderen. En het zijn er weer meer dan vorig jaar. Ik heb dat goed ingeschat. Dus we hebben een tweede boot met Pieten meegenomen. En ik krijg nog een hulpje erbij. Want Amerika kan toch allemaal niet meer aan. Krijgt u een hulppaard? Nee. Iets heel bijzonders krijgen we erbij. Echt iets heel bijzonders. En ik weet de kinderen het al. Volgens mij, ik heb iets gehoord over een dier. Maar niet alle kinderen snappen het nog. Dus legt u het maar even uit. Nou, we hebben een bok erbij. Een steenbok. En die kan over de daken lopen. Veel makkelijker. En ja, ik kan het bijna niet meer aan en Amerika ook niet. Dus we krijgen hulp van de steenbok. Zodat we toch op tijd alle kindjes hun cadeautjes kunnen brengen. Ik heb het gevoel dat onze burgemeester nog graag even met u wil babbelen. En ik neem een risico nu. Maar ik geef de microfoon aan de burgemeester. Maar we spreken af, burgemeester. Als ik hem terug wil, krijg ik hem terug, hè? Alsjeblieft, burgemeester Bordkoelewijn. Ja, fantastische dag, deze dag waarop wij de Sint weer welkom mogen heten. Hartelijk welkom, Sint, met uw vele, vele Pieten. U hebt een vooruitziende blik als u kijkt hoeveel kinderen hier in Kampen u stonden te verwelkomen vanmorgen. Ik ben de tel helemaal kwijtgeraakt. Maar het geeft wel aan dat Kampen een jonge stad is, een stad met toekomst. En je hoorde het net al van Astrid, dat heel veel kinderen zelf zeggen dat ze heel lief zijn. En sommigen zeggen een klein beetje stout en heel erg lief. Gelukkig zijn die er ook nog, want er moet wel wat werk overblijven natuurlijk voor ons allemaal. Sinterklaas, ik heet u samen met Roselijn van Zijveld, onze jeugdburgemeester, heel hartelijk welkom. Ik wens u een fantastische tijd toe. Straks gaan wij het Sinterklaashuis openen. En Sinterklaas is ook nieuw hier. We hebben een Pietendorp in Kampen. En daar weet Astrid weer alles van. Sint, ik wens u een hele goede tijd. Een hele fijne verjaardag. En tussen al die kinderen hier, warmer wordt u nergens welkom geheten dan hier bij ons in Kampen. Maak een applaus voor onze Sinterklaas. Dank u wel, burgemeester. Dat ging heel snel. Inderdaad, op het Keizerskwartier is een Pietendorp dit jaar. Want ze moeten natuurlijk ergens ondergebracht worden. Al deze Pieten. Ze konden niet allemaal bij Sinterklaas op de slaapkamer. We gaan zo het Sinterklaashuis openen. Maar voordat alles hebben veel kinderen hebben geoefend op het Kamper Sinterklaaslied. En het is ook niet de minste die dat dit jaar heeft ingezongen voor ons.
Maria Goossen, die ken je misschien van The Voice of Holland, maar ze treedt ook op door heel Nederland. En met haar... Maria Goossen is hier, Sinterklaas. Echt waar? En ze komt voor u optreden. Oh, wat, daar ben ik blij mee. Heeft u geregeld dat er wat Pieten leuk kunnen dansen ook bij Maria Goossen? Ja, dat weet ik wel zeker. Want Pieten zijn helemaal wild van het liedje en doen niks anders. Ik moest ze zelf aan het werk jagen omdat ze alleen maar gingen dansen. Dat snap ik, want het is een aanstekelijk liedje. Mag ik een applaus voor Maria Goossen? Goedemorgen, Sinterklaas. Ja, ik ook met u. Gaat u alle kindjes een mooie cadeautjes geven? Ja? Goed zo. Ja, dat is speciaal voor jou geschreven, hè? Ja. Nee, hè? Nee, het is een heel aanstekelijk liedje, hè? Ja. Dus de kinderen kunnen ook vast allemaal meezingen, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Het liedje heet Hey Sinterklaas. Ja, welkom in Kampia. Jullie mogen allemaal meezingen, kindjes. Daar komt hij aan, eindelijk de winter. Blijf even staan, straks is de Sinter. Daar komt hij aan, eindelijk de winter. Blijf even staan, straks is de Sinter gezellig. Iedereen is welkom of je rijk bent of arm. Geef me je hand bij storm, wind of regen. Met een goede vriend kun je overal tegen. Hey Sinterklaas, we klappen en stampen. Hey Sinterklaas, welkom in Kampen. Hey Sinterklaas, we klappen en stampen. Hey Sinterklaas, welkom in Kampen. Applaus voor Maria Goossen en natuurlijk de Pieten. Ik vind het knap dat ze dat allemaal geleerd hebben in Spanje. Volgens mij moet je 3 weken op cursus bij RKDOS om dat te kunnen. Maar zij kunnen het zo van zichzelf. Goed hè? Hartstikke goed. Allemaal toppetjes. Ze hebben het heel goed gedaan hè? Ja, maar dat wist u van tevoren natuurlijk. Daar gingen we gewoon vanuit toch? Ja, natuurlijk. Ik twijfel nooit aan mijn Pieten. Nooit. Is ook zo. Ik vind heel even dat, dat de Pieten weer aan het werk moeten. Want ik heb begrepen dat jullie in Spanje veel te veel gedanst hebben. Maar het was wel te zien. Dank jullie wel voor jullie optreden. En bedankt voor het meezingen. We gaan naar het Sinterklaashuis. Maria, ga je nog even mee het Sinterklaashuis openen als je er toch bent? Ja, is helemaal goed. Gezellig. Gezellig. We gaan met Maria mee. Maria, mag help jij Sinterklaas even. Vind ik vast heel prettig. Ja. Sinterklaas, onze gebarentolk Lieke, die laat nog even weten dat we daar het Sinterklaashuis gaan openen. De burgemeester gaat natuurlijk mee en de jeugdburgemeester gaat natuurlijk mee. En dan lopen we die kant op.